Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Commander. Op natuurlijk Advanced Warfare. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want we zijn op dit moment level 32. We moeten natuurlijk door naar de level 50. We gebruiken de B-A-L 27 op dit moment. We spelen op map Retreat en we spelen Hardpoint. Ik dacht we veranderen de game mode een keertje, we gaan even iets anders spelen. En dat is dus Hardpoint. En ik hoop dat het gaat lukken, zo makkelijk is het. Ik hoop dat we een lekker potje kunnen gaan neerzetten. Want daar draait het natuurlijk ook om. Dus als het lukt is het mooi, en als het niet lukt is het kut. Ik denk dat iedereen Hardpoint ondertussen natuurlijk wel kent wat voor game mode het is. Want het staat natuurlijk ook al in Black Ops 2 en weet ik veel wat allemaal. Dus ik hoop dat iedereen het herkent. En als het niet herkent gaat op de 250 per seconde op de Hardpoint krijg je een punt. En je moet gewoon kills maken. En je moet gewoon op de objective een beetje zitten als je wil winnen dan. Niet heel veel mensen willen nog winnen op Advanced Warfare, maar als je dat wel wil dan moet je op de Hardpoint gaan. Fuck off. Zo. Ik zit alweer op een 10 streak, joh. Ik weet niet hoe het ik heb gedaan, maar... Oh, hoeveel fucking stuns en weet ik van wat hebben zij van die man. Mijn balls, die is ook weer bukt als ik nu inzoom dan... Oh, ik heb alweer een normale scope. Dan werkt die hele scope weer niet, maar... Ik zit nog op de oude hardpoint, hoor. Maar ik dacht dat er hier nog ergens een enemy zat, maar blijkbaar niet. Teammate zit er in ieder geval wel. UAV, jongens. Kijk eens aan. Alsjeblieft, jongens. Oké, door naar de volgende hardpoint. Ze veranderen namelijk onder 45 seconden. Dus je moet daarna natuurlijk meteen doorrennen naar de volgende. Als je... punten. En kills op binnenslepen. Ik was ook nog eens out of ammo daar, man. Ik heb natuurlijk nog steeds geen scavenger vrijgespeeld. Die heb ik wel bijna. Ik heb een bijna scavenger. Dus dat is natuurlijk wel een pluspunt. Maar we moeten hem nog even halen, man. Kut, ik ben dood. Oké, dankjewel teammate. Ik hou van je. Let's go. Ik heb een sentry gun. Voor die remote turret of hoe het ook mag heten in het spel. Komt de boel ook aan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom. Die bulldog fan zit om dit... Daar dus, om dat hoekje te wachten. Holy shit, holy shit. De hardpoint is weer veranderd. En oh, de hardpoints duren op dit spel meer dan 45 seconden. Oh, sorry, mijn schuld. Ze duren langer dan 45 seconden. Oké, nou dan weet ik dat ook meteen weer. Ik heb nog bijna nooit hardpoint gespeeld op dit spel. Oh, jammer man. Maar we gaan 18 om 2, dus ik vind het goed gaan. We gaan even hard hier, jongen. Waar zit deze hardpoint? Bij de babyvlag. Babyvlag, babyvlag, babyvlag. Oké dan. Let's go. Drop, 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 drop. Nee, ik ben dood. Ja. Ik bleef ook gewoon liggen als een mogol daar, hè. Over 20 seconden komt de volgende hardpoint. Dus ik wil even die sentry gun die ik nog heb staan even bewaren tot de volgende. En nee, nee, niet weer. Niet weer. Niet weer met die kutgranaten. Even oprotten nou, man. Nee, niet weer met die kutgranaten. Nee. Oh my god. Ik weet niet hoe ik dit allemaal doe, maar ik ga overal tussendoor. En ik heb alweer een nieuwe sentry gun. Ik heb die andere nog wel eens kunnen inroepen, man. Holy shit, is epic. Holy shit. Let's go. Er nog eentje helemaal achterin. Helemaal achterin. Let's go. Oh, die kill had ik ook nog. Ik weet niet hoe, maar ik had hem nog. Ah, ik moet mijn sentry gun even gaan inroepen, man. Waar zit deze hardpoint hierboven? Ik zet die hardpoint gewoon hierboven op, man. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Gewoon niet neerzetten. Gewoon niet neerzetten. Zo, klaar. Op de sentry gun ga je gang, jongen. Ga maar killen. Doe een feature erbij. Voor extra assistjes. En dan gaat het goed komen. Jammer vriend, maar ik zag je aankomen rennen. Nee. Sentry gun, je moet de andere kant op draaien, man. Er zit een 360 turret head op, dus hij draait als het goed is een heel rondje. Dus, ik zit vast, wat de heck. Oh, nee, rot nou om met die granaten. Jezus, hé. Enemies hebben er echt zin in, hoor, met die granaten van ze. Holy shit. Dat is niet zo handig van je, jongen, om achter me aan te komen rennen. Zie je die enemy daar staan? Die staat hier bovenop, man. Kom terug dan als je een man bent. Ik ga achter hem aan, fuck it. Kut camper. Ik ga hem slaan, jongen. Ik zweer het je. Kom dan. Ah, ik dacht slaak je wel niet. Dan kill ik je gewoon. Ik wou hem neerrammen, man. Maar dat ging niet helemaal volgens mijn plannetje. Maakt niet uit. Hij is alsnog dood. Sentry gun. Let's go, sentry gun. Hij staat nog steeds op de oude hardpoint. Dus die enemy was ook niet zo slim. Puntjes pakken, dankjewel. Kom dan. Kut. Let's go. In mijn rug. Volgens mij zit er een naast me, of niet? Jawel, zie je, daar zit hij. Ja, kut, ik klom dat fucking randje op. Wie's idee was om dat randje op te klimmen? Ik wou gewoon springen, Call of Duty. Kut camper weer. Op tijd, bye bye, het volgende keer beter. Riot Shield fan zit hier nog ergens. Riot Shield, daar is die. Doei doei. Je hebt ook dood, UAV'tje erbij. Enemy zit op de hardpoint. Maar nu niet meer. En over 10 seconden komt de volgende hardpoint er alweer aan.
Let's go. Granaat weer. Fuck off met die kutdingen er nog. Ah, 35 om 7. We gaan hard. We kunnen nog harder gaan. Volgende hardpoint komt eraan. Ik weet niet waar die komt, maar... Oh, kutgranaten. Waar zit hij? Waar zit hij? Achter me. Oké, okay, nice. Zitten we in ieder geval aan de goede kant. Oké, okay, door. De enemies komen vanzelf al namelijk. Kutgranaten, echt serieus, man. Godgloeiende kutjes, hoeveel granaten hebben hun. Ik probeer me echt kaart te concentreren hier, jongen. Want ik ga echt beest. Let's go, assist, dat is niet erg. Ga je naar boven? Ik wou net zeggen, ga je naar boven. Ik wist dat ze er zouden komen, jongen. Wat? Waarom schoot hij op mij? Oh, de kut enemy. Volgens mij komt de volgende hardpoint hier. Dus als ik mijn sentry gun dan hier buiten zet, dan staat hij er in ieder geval vast. Dit is er één. Op de, die staat er al vast. Ik weet niet of de hardpoint hier komt hoor, maar in ieder geval staat die sentry gun er dan. Dus als hij er komt, dan heb ik geluk. Als hij er niet komt, dan heb ik pech. Nog even de laatste keer er naartoe rennen. Even kijken of ik nog wat kills kan oppakken. Dat is dus een ja. Oh, ik zit vast. Ja, kijk, die hardpoint kwam dus daar. Wel. Oh, kutting. Lekker sentry gun. Op de. Oh, mijn turret is alweer kapot, maar hij heeft wel een killetje kunnen pakken, dus ik vind het goed. Turrets zijn geniaal om te gebruiken altijd, man. Ze staan nog allemaal om mijn turret te slaan, terwijl die al kapot is. Hey, goed bezig, enemies. Ah, shit, 45 om 10. 46 om 10. Jammer, vriend, bijna. 47 om 10. En 47 om 11, want ze spannen achter me op een of andere rare, mysterieuze wijze. What the fuck, hè? Ze spannen serieus gewoon... Ah, oh, ik had hem bijna geturnd. Ze spannen serieus gewoon naast me daar in die grot. Maar ja, het zal wel. Hip, hip, we gaan weer rennen. Doei, doei. Ze spannen nog steeds in die grot. Nee. Oeh, enemies hebben de hardpoint. Dus niet helemaal de bedoeling, jongens. Oh, kut. Ah, kutjes. Let's go, mooie double kill. UAV'tje, klik. What the fuck? Waar zit ik? Waar ben ik? Kijk deze plek. Hey, nieuwe spot ontdekt. Oh, dit is één pro spot, man. Ik blijf hier even zitten. Oké, okay, fuck it. Ik heb geen zin om te campen. Ik heb er geen geduld voor, man, om daar te blijven zitten. Dus dat ga ik ook niet doen, ook. Acht kogels. Kan ik daar nog een kill mee pakken? Oké, okay, we hebben een nieuw wapen. Ah, kutjes! Ik had er niet naartoe moeten gaan, man. Aan de kant, 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 kant. Want nu gaan we dood, 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 dankjewel. Oprotten. Nee, kut! Ik wou doorrennen. 58 kills, holy shit. We hebben nog 1 minuut op de klok. Ongeveer. We kunnen ook eerder het potje afmaken, maar ik weet niet of mijn teammates daar zin in hebben. Sentry gun weer even neerpompen. Hop. Wow, what the fuck? Dan loop je altijd gewoon door als er op je geschoten wordt, enemy, of niet? Ah, oh, shotgun gozer. Eén keer. Oh nee, niet. Ik werd gekild door de K5. Oeh. Oh, ik zit er bijna op. Double kill. Ah, hij stond op me ingezoomd, man. Ah, nijbal. Nou ja, het pokje zit erop. Nog 15 seconden. En we hebben gewonnen. Hé, hey, kutgranaten. Oh, alsjeblieft, man. What the fuck? Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik heb geen flauw idee wat daar gebeurde. Ik vind het eigenlijk wel goed. Hey, enemy. Huh? Let's go. En we hebben gewonnen. Let's go, man. Dit was echt een heerlijk potje, jongen. Wow! Ik weet niet wat mijn score was, maar dit potje was intensief, jongen. Oh, verkeerde knop. 64 kills, 17 deaths. En dit is ook het enige potje dat ik vandaag in deze Road to Commander aflevering ga uploaden. Want dit was een freaking chill potje, jongen. Dat is niet meer normaal. En ik weet dat als ik nu een potje erachterna ga spelen, dat ik 17-64 ga. Dat is altijd, man. Eén potje ga je altijd super lekker. En een potje daarna ga je echt gewoon kapot slecht. Dus het is vandaag het enige potje dat ik ga uploaden van deze Road to Commander. Volgende keer gaan we natuurlijk wel weer 2 potjes spelen. Maar dit potje is zo snel, zo actievol, zo lekker. Dat ik gewoon maar 1 keer ga uploaden. Dus jongens, we zijn level 33. Op de helft naar level 34. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Wat een 10 streak. 5 assist, 6 headshots, 64 kills. 21.565 XP. En tot... de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.